Dus het ging over wringende kleuren. Ja. En dat zie je hier toegevoegd in een showroom of een kamer of een woning. Nou, dit viel ons op. Dat was een heel druk patroon. Ja, het is allemaal schaduwkleuren en zo. Ja, het zijn allemaal tegengestelde schaduwkleuren. Ja. Weet je, je ziet hier echt van die combinatie, die kan je zelf niet zomaar even bedenken. Ja, heel lichtroze, zalm, zowat. Ja. En dan weer die oudroze, kijk daar. Maar dit patroon van die tegengestelde kleuren, daar gaat het over hebben. Zo'n jaren 70 lamp. Ja. En dan is die nu in lichtblauw geschilderd. Maar dit is een tafeltje opgebouwd uit verschillende onderdelen. Zo. Ja, maar dat was moeilijk te zien. Ja. Zien jullie het goed? Ja. Dat zijn eigenlijk allemaal hele zachte kleurtjes en dan ineens twee van die knallers ertussen. Ja. Op hier. Zo, en een ceintuur. Ja. Maar het zijn drie kleuren. Kijk. 1, 2, 3. Het zijn drie kleuren die eigenlijk helemaal niet bij elkaar passen. Dat hebben wij niet zo geleerd. Nee. Maar dat is nu dus heel erg. Pak maar een paar kleurstalen. Gaan we kijken wat je mooi vindt. Waar je van houdt. Hou je van rood, van roze of van geel. En zoek dan een kleur erbij die een beetje onverwacht is. Die had jij het eerst. Kijk, je hebt hier verschillende roden. Dus ik zie eigenlijk dat rood wel een kleur is wat jou aanspreekt. Ik zie hier ook allemaal een beetje groen-paars. Kijk hier zelfs en dit. Dat zijn ook kleuren die jij heel leuk vindt. Er zitten een paar lichte kleuren tussen, maar rood valt wel het meeste op. Nou, als je nou een kleur moet kiezen naast dat rood, wat een beetje vloekt, welke zou je dan pakken? Ja. Ja. Kijk. Hartstikke goed. Kijk, dat is iets wat we niet geleerd hebben, om dat bij elkaar te combineren. En jij pakt echt een hele mooie, een beetje donker fuchsia roze naast dat knalrood. Dat is hartstikke goed. Op een andere manier, andere kleurencombinaties. Nou, en die kunst, die kunststroming, die heette pop art, misschien ooit van gehoord, in de jaren 60. Pop art. Pop art. En nou wil ik, en dat gaat heel erg over die tegengestelde kleuren. Nou wil ik graag dat jullie straks gaan kiezen uit een aantal portretten die ik mee heb genomen. Zwart-wit portretten. Ja. Dat jullie proberen om zo'nzelfde mooie tegengestelde combinatie. Mooi, hè? Heb jij die uitgezocht? Ja. Mag ik die klas staan? Ja, dan. Ik hoop dat jullie weer iets geleerd hebben. Ja, ja. En dat als je terug bent op je atelier, dat je dan nog eens een keer nadenkt over het idee wringende kleuren. Ja. Ja, of je nou kaarsen maakt, of kunst, of schep. Je zit op de textielgroep. Ga nog maar eens aan het idee wennen van die wringende kleuren. Ja. Wie weet komen er dan wel hele bijzondere kussens uit. Ja. Oké, dankjewel.